Hoi Daan. Hey Edwin. Hoe is het nou? Goed, ja, noemen wel. Ze de groene steen. Oké. Okay. Ja, what's in the name, het is allemaal groen. Maar het is heel raar, want normaal gesproken als ik ergens op bezoek ga, dan begin ik aan de voorkant, ja. Bij de voorgevel. Ja. Maar ik heb net even heel snel gekeken. Ja, leuk. Jullie hebben een heel bijzonder huis. Achterom komen, hè? Dus, maar even, laten we maar vast even naar binnen gaan, ik loop achter je aan. Yes. Dit is een soort gemeenschappelijke... Ik voel hier ook alweer de wind, dus... Een soort gemeenschappelijke tuin of binnenplaats. Kijk, dan zie je gelijk de achterkant van jullie huis. Dat loopt waar jij staat, dat is het? Dat is van ons, ja. Best wel hoog eigenlijk. En het huis van de buren is om ons heen gebouwd. Ja, dat is wel maf, hè? Ja. Dus als je het dan zo ziet, zou je denken, nou dat is een vrij smal huis, maar dat... Het is groter dan je denkt, hè? Het volume zit in de hoogte, ja. Nou, we beginnen dus, we komen binnen in je kelder. En jullie hebben dit op mijn pas gekocht. En dat Daan, ja. Wij kennen Dick. Elkaar natuurlijk, Daan en Dick, maar wij kennen elkaar van, nou ja, je deed mee aan verschillende acties. Choices bij Daan. Klopt. En wat is dat voor bedrijf? Ik ben gewichtsconsulent. Ik begeleid voornamelijk mensen die last hebben van emotie eten. Ja, dat zijn er best wel veel, denk ik. Ja, inderdaad, ja. Bijna allemaal. Ja. Maar, behalve je eigen bedrijf, Choices by Daan, heb je eigenlijk ook een soort voormalige galerie overgenomen. Dat klopt. Die is er nog steeds een soort. Die is er nog steeds. Maar je bent nu ook een logement. Ja, het wordt de core business wordt het logement. Maar de kunstenaars, liefst niet vanuit Zeeland, krijgen de gelegenheid om 2 nachten hier te boeken. Op de eerste zondag van de maand dan kunnen ze meedoen met de kunst- en cultuurroute. Ja, nou, dat is buitengewoon. Dus, dat kost geen commissie. Betalen alleen de overnachtingsprijs. Ja, nou dat is toch dat is interessant. Ja, een nieuw concept. Maar nou, laat maar zien. We beginnen beneden dus. Dit is een beetje opslag. Dit is een beetje opslag. Zal even een lampje maken. Opslag voor Choices by Daan. Allerlei materialen gedoe. Maar wel fijn dat je de kelder zo kan gebruiken. Ja, zeker. Ah, en hier zo, dat vertelde je net ook, jouw nieuwe liefde, dat is dus Dick. Maar dat is hij was voetbaltrainer altijd bij de Rijnsburgse Boys. Rijnsburgse Boys, dat is een vrij hoog niveau, hè? Ja, tweede klasse, als ik het goed zeg. En heeft hij daar nu afscheid van genomen? Hij heeft daar afscheid van genomen. Hij heeft het 9 jaar met hart en ziel gedaan. Maar het kost 20 uur in de week en dat is best wel heel veel tijd. Die investeert hij liever in jou? Ja, nou, dat is een heel goed plan. Ja. Dit is de... Waar we normaal binnenkomen. De entree, ja, de voordeur. De entree. Dan gelijk bij de velling terug. Ja. Ja, dan, ja, de Romaanse kei is sowieso heel erg mooi. Ja, hier wonen, ja. Binnenstad. Ja, ik ben hier geweest, want hoe heette dat nou de vorige eigenaar? Dat was een kunstenaar. Ja, Peter van Berkel. Ja, en die is teruggegaan naar Vlissingen, hè? Nee hoor, die is verhuisd naar Capelle. Oh. Ja. Oh, maar daar kwam hij oorspronkelijk vandaan. Dat zou ik eigenlijk niet eens precies weten. Maar ik kan me nog herinneren, ik zei van god, blijf hier, maar hij zei nou... Hij vond de Middelburgers wat stijfjes, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dat kan. Dat kan, hè? Dat zijn we helemaal niet. Dit is een galerieruimte. En jouw kantoor? Ja, hier oefen ik nog Choices by Daan. Want vanaf maandag is de mogelijkheid hier om via booking.com ons logement te boeken. En waar ga je dan naartoe met jouw kantoor? Dan ga je naar boven, hè? Ja, of ambulant bij de mensen thuis of gewoon weer aan de keukentafel. Ja, maar jij hebt in principe ook niet een heel groot arsenaal aan... Nee, het is gewoon eigenlijk zonde om zo'n mooie ruimte alleen maar voor Choices by Daan te gebruiken. Dus het wordt een logement en dan de eerste zondag van de maand de kunstroute. Ja, en dan is de slaapkamer in feite boven. Ja, op de vierde. De vierde noem je dat, ja. De vierde. En hier beneden heb je een keukentje en alles. Ja, wij verzorgen geen ontbijt. De gasten krijgen de gelegenheid hier om zelf ontbijt te verzorgen. Ja, in de stad is natuurlijk genoeg. Maar noem je het dan wel een bed en breakfast of is dat niet? Nee, daarom noem ik het een logement. Ja, precies. Ja. Oh ja, die zijn ook leuk hier. Ja, dit is de kunst van Truus van Gogh. Alias Sylvia de Koning. Ah, dat zag ik laatst op. Ben ik pas geleden geweest. Ik zag het voorbij komen op. BMW Montancourt. Die zit hier een stukje verderop. En zij doet met ons mee met de kunstroute 7 juli. Dus jullie wonen hier net en jullie zijn meteen vrienden geworden. Ja, gelijk liefde op het eerste gezicht. Ja, dat zijn leuke mensen. Ja, ja. Nou, super. Make fun of war. De badkamer, de bathroom. Dat was misschien niet alles. Dat mogen de mensen ook gewoon gebruiken. Ja, super. Even. Nou ja, is gewoon keurig, hè? Keurig. Zo. Ja, en de kunst die er hangt vind ik ook mooi. Dat is, Ja, dit is van Lilith de Jonge.
En zij exposeert ook weer komende kunstroeten. Okay. En zij is zo vriendelijk om het ook te laten hangen als het logement geopend is. Ja, dus nou, super. We hebben een mooi ingericht logement. Zo. Dan gaan we nu naar jullie eigen woning. Ja. Mooie foto. Welke stad hebben we hier? Oh ja, New York. Ik herken nu dat achterste gebouw. Ja. Hier ligt nog iemand te slapen. Dit is goedemiddag. Hoi. Ja, je kijkt een beetje gek hoor zo. Ben je daarvan bewust? Ja, heerlijk uitzicht hier. Ja, geweldig. Het is net klein Amsterdam, zeggen wij altijd. Oh, je hebt ook nog een boot gaat hier voorbij. En... wat oude foto's hangen zie ik. Ja, dat is een... Oh, de VG. Zat die hierin? Die zat hierin. Dit was heel lief, dit stond voor ons klaar op de dag van de overdracht. Oh ja. Met een fles champagne erbij van super. De verkopers, top. Ik heb die foto wel eens gezien, maar ik had me niet gerealiseerd dat dit pand was. Ja. Nou, een mooie vloer ook, vind ik. Kitchen. Lekkere eettafel, maar een ruimte joh. Nou, ik zie daar al een puntje van de lange Jan. Ja. Ja, daar is die. En boven aan de achterkant kun je eigenlijk uit elk raam heb je een andere view op de lange Jan. Helemaal leuk. Nou ja, dat is super. Ja. Ja. Daar krijg je het echt middelburgse gevoel van. Ja, dan blijf ik maar even mee. Laten we het zien. Nou, dit is de bedroom. Aan de voorzijde. Tadaa. Tadaa. Room with a view. Heerlijk. Huis van Ruden. Ja. Heb je daar ook kennis mee gemaakt? Nog niet. Mooi is door. Toos, Holstein. Ook een leuke vraag. Eigenlijk alleen maar leuke mensen hier, hè? Dit is echt een warm bad om hier te mogen wonen. Maar je kijkt er ook echt net overheen, dat is leuk. Ja. Ja, super. En we hebben hier de parkeerkamer. Met uitzicht op de Groene Steeg weer. En alle andere tuinen. Bellingstraat. Bellingplein, dat is de praktijk van Tandarts Dieleman. Op uit, ja. Nou, daar is de lange weer in volle glorie. Ja hoor. Mooi hoor. Ja, nou die buren weten dat jullie er ook zo in kunnen kijken natuurlijk. Ja. Je staat hier ook meer inderdaad. En dit heeft uitzicht dan op de huizen. Ja, nee, ook weer op de lange Jan. Daar is die. En dan heb je nog een zolder. Nog een zolder. Mind your head. Gewoon een ruimte joh. Heb je er toch alles al een bestemming? Nee. Wat het is? Nee, het is. Nee, het is eigenlijk. Dit gebruik je eigenlijk ook nog niet zo. Nee hoor, nee. Dus eventueel nog een logeerbedje, een logeerplekje. De daken van de stad. Nu zie je zelfs ook het stadhuis. Nou, mooi hoor. Nou, het is een prachtig optrekje, zou ik zeggen. Ja, we zijn er heel trots op. Ja, je bent ook blij. Want voorheen woonde jij al in Middelburg. Ja. Maar waar zat je toen? In de Lange Noordstraat gewoond. Oh ja, ja, ja. In het oude belastingkantoor. En toen ben je een jaar of twee, drie weg geweest? Nee, ik ben eerst verhuisd naar de Lelystraat. Oké. Ja, na een verbroken relatie. En toen was ik eigenlijk helemaal klaar met Middelburg, dacht ik. Ja. Ik ben eigenlijk een beetje op de vlucht gegaan. Voor jezelf, nieuwe start, waarschijnlijk. Met een... met iemand waar ik eigenlijk vroeger een oogje op had. Oh ja. Heel leuk verhaal. En mijn zus attendeerde me op van, joh, Dick die was vanochtend bij ons. En vindt jullie op een of andere manier een leuke match? Ik zeg, nou joh, doe hem de groeten. En zo is het gekomen. Stond opeens met een grote bos bloemen bij mij voor de deur. Want hij liep ook los. Hij was ook, had hetzelfde, dezelfde story. En ik heb in een opwelling mijn huis verkocht. En ik ben bij Dick ingetrokken. En toen ging het niet goed. Toen ben ik ingestort en kwam alle shit van de afgelopen jaren eruit. Ja. En zijn we er eigenlijk ook snel achter gekomen dat ik ook last had van heimwee naar Middelburg. Mijn kinderen wonen hier en ik miste gewoon alles. Ja. Terwijl ik terugging naar mijn roots. Ja. Dus ik heb dat nooit kunnen... Maar wat, jij bent geboren in... Ik ben geboren in Katwijk. Oké. En Rijnsburg is ook gemeente Katwijk, dus daar hebben wij... 11 maanden gewoond en toen met gierende banden terug naar Middelburg. Ja, dat, dus we dat het is huis echt... daar verkocht. En hier wat verkocht. En toen heb ik daar nog een paar kleintjes en dan een beetje heen en weer pendelen. Nou, dan zeg ik gewoon bij deze van harte welkom terug in Middelburg. En fijn dat je dit even hebt laten zien. Ja, heb ik nog een laatste vraag, want het logement is de core business, zei je net. Ja. Is daar al een website van of zo waar ik kan? Of gaat nee, het op booking? Hij staat op booking.com. Oké. Okay. Ja, logement het huis ter hoge.
Nou, dat is heel goed. Dan ga ik daar ook nog eventjes op kijken. Ja, leuk. En veel succes daarmee met je onderneming. Dankjewel.